Volgens mij mis ik nog een paar collega's, maar we gaan nog wat verder de diepte in. U heeft met elkaar, of wij hebben, natuurlijk allerlei leidraden waar de waterkeringen aan moeten voldoen. En hoe werkt dat nou in de praktijk? Daar is ook een addendum voor gemaakt. Daar gaat Jan Tichelaar ons van alles over vertellen. Jan? Ja, fijn dat je er bent. Ja, ik ben Jan Tichelaar en ik werk bij het Hooghemelschap van Delfland als beleidsadviseur waterkeringen. En in mijn werk hou ik me met name bezig met de vraag hoe beoordeel je de veiligheid van keringen met risicobeheersing en met name ook met geotechniek. En zodanig veel betrokken bij toetsingen van primaire keringen en regionale keringen. In de voorgaande presentaties heb ik heel veel, wel een grote lijn gezien. Het gaat met name over hoe werk je doelmatig toe naar een goed toetsoordeel en hoe ga je om met onzekerheden. En ik denk dat mijn presentatie daar weer een verdere uitwerking van is. Maar het laat ook in ieder geval een worsteling zien om te komen tot eenzelfde resultaat. Ik begin eerst even met ons beheergebied. Wij beheren ongeveer 420 kilometer regionale kering. Daarvan is 380 kilometer echte boezemkering en 40 kilometer binnenboezem. In geel ziet u de kleuren van onze regionale kering. En de overige kering, ja, die behandel ik vandaag even niet, want dat is even buiten mijn scope. Even kijken. Nou, mijn presentatie gaat feitelijk over het doorblijven beoordelen van waterkeringen en de waarde van het addendum daarbij. Ik wil kort even laten zien hoe we Delfland toetsen. Het is eigenlijk in lijn met de verhalen van Jaap vanmorgen. We hebben alle niveaus wel doorlopen. Eenvoudig, de globale toetsing, de gedetailleerde fase, maar ook de geavanceerde fase voor enkele kaders. En dat laat ik straks aan de hand van een voorbeeld zien. Ik ga eerst op onze opgave die we hebben met ons kaderverbeteringsprogramma. Daarna op het addendum dat in augustus 2010 uitkwam. En we zijn vervolgens een project gestart om te kijken, kunnen we die opgave die we hebben met het KNV-verbeteringsprogramma, kunnen we die verder reduceren of kunnen we daar een bepaalde prioritering toe kennen. Ik haal er één voorbeeld uit, dus de Laag Abboudse Polder. En in het voorbeeld laat ik duidelijk zien wat de meerwaarde van het addendum is geweest op die kade. Ik kom nog even terug op wat generieke ervaringen en ik sluit af met een conclusie. We hebben ongeveer 34 kilometer kade te verbeteren in ons programma. Dat programma dit is in 2010 opgesteld op basis van een risicoanalyse en op basis van een globale toetsing. We hebben risicovolle kades daarin ondergebracht op basis van een beheerdersoordeel. En we hebben daarbij de leidraad aangehouden en de afgekeurde strekking daarin meegenomen. Het programma heeft vertegenwoordigt een waarde van ongeveer een 58 miljoen euro in 2010. En daarnaast hebben we nog een onderhoudsprogramma van ongeveer 40 kilometer kade. Dat valt even buiten de scope van mijn presentatie. Het is natuurlijk wel een toetsaspect, maar ik focus met name op de verbeteringen. Ik nam deel aan de begeleidingsgroep van het addendum in 2010 en ik zag gaandeweg het proces veel ontwikkelingen plaatsvinden die veel potentie hadden voor de tot dusver zeg maar, afgekeurde strekkingen. En met name voor de binnenwaartse macro-stabiliteit waren de definitie van de veenkades en de aanscherping daarvan en de daaruit resulterende gevoeligheid voor droogte belangrijk, maar ook de geïntroduceerde restbreedte benaderingen op gedetailleerd en geavanceerd niveau. En het aspect hydraulische kortsluiting, waarbij zeg maar, de aanscherping ten aanzien van de bepaling van de weerstand verder vorm heeft gekregen. Buitenwaartse macro-stabiliteit zagen we ook meer waarde in, omdat de faaloorzaken verder waren aangescherpt. En ook daar was een restbreedte benadering geïntroduceerd. De buitenwaartse stabiliteit laat ik eventjes voor wat het is. Ik focus met name op de binnenwaartse stabiliteit, omdat het ook, net zoals bij Schieland, toch een dominant faalmechanisme is waar we niet alleen rekening houden in termen van veiligheid, maar ook omdat dat vrij dominant is in ons werkproces. We zijn vervolgens een project gestart om alle
kaders uit die, uit een serie kaders te selecteren. Om te kijken van kunnen we nog meer scherpte krijgen in die opgave. Kunnen we kaders alsnog goedkeuren of kunnen we daar een nieuwe prioritering in toekennen. En dat hebben we gedaan op basis van het addendum dat ze vrijkomen in 2010. Maar ook door goed te kijken van hoe, welke informatie is gebruikt voor die toetsing. En heeft het zin om daar nog verder in te verfijnen. En ja, het antwoord op dat was ja. We hadden al heel veel informatie, maar het bleek aanzienlijk zinvol, zeg maar, om toch nog daarop door te gaan. Voor een flink aantal kaders hadden we ook te maken met het stoppen van een grote grondwateronttrekking in ons beheergebied. En dat heeft effect op de stijghoogte waarmee je rekent, zeg maar, in de stabiliteitsanalyse. En op die slag konden we gelijk even meenemen. En we hebben daarvoor eigenlijk een aantal kaders geselecteerd. We zijn begonnen met een vijftal kaders van een lengte van 8,5 kilometer. En daarvan was 5,7 kilometer afgekeurd. En nou ja, dit was het eerste batch waar ik mee aan de slag ben gegaan. Die analyse die begon eigenlijk van een basis af is die gestart. Hè? Dus je begint met het grondonderzoek goed te analyseren. Je kijkt naar de geotechnische lengteprofielen, dus hoe de schematisatie opgebouwd is richting de berekeningen. We hebben de uitgangspunt van de berekening goed tegen het licht gehouden. En op basis daarvan hebben we de onzekerheden in kaart gebracht. Aan de hand van de laag Abboudse polder wil ik het verder toelichten hoe effectief het addendum erbij is geweest. Dat is een kader van 3,8 kilometer in het hart van ons beheergebied. Even kijken. Aan deze zijde van de Schie, een scheepvaartkanaal, hè, tussen Rotterdam en Leidschendam en verder. Het is een IPO klasse 3 kade. Zoals gezegd, als risicovol aangemerkt in 2006-2007. Vervolgens twee keer op gedetailleerd niveau getoetst. En uiteindelijk was 2,9 kilometer daarvan onvoldoende. Het is een IPO klasse 3 en 5 kade. En het verbeteren van deze kade zou 6 miljoen euro hebben gekost. We zien even een bovenaanzicht. Het is een vrij brede kade met een stijl binnentaluut, kerende hoogte van 2,5 à 3 meter. Een weg op het grootste deel van de kade. En langs de kade zien we ja, veel bedrijvigheid, landbouw, veeteelt, maar ook industrie. Dus om te verbeteren zit een vrij complex geheel. Vandaar ook de hoge kosten. We hebben ook ervaringen met dit deel van ons watersysteem. We zien hier de Schie, die heeft verderop nog een zijtak. En in 1903 is die daar doorgebroken. En nou, dit is niet een kwestie van wateroverlast, dit is een aanzienlijke overstroming. Op die tijd kon je gewoon varen naar het dorpje Ketel. En ja, daar doen we het allemaal voor. Dit willen we niet meer. Dit is op de binnenstad van Delft. Die stond leeg, de gracht. Nou ja, je kunt je voorstellen dat daar toch wat schade mee gemoeid is. Wat hebben we in die scan die we hebben uitgevoerd, in die verfijning, hebben we een aantal constateringen gedaan. Dus we hebben die toetsresultaten bekeken. En wat volgde daaruit? Nou, we hebben gewerkt van grof naar fijn. En dat betekent dat met die werkwijze er vaak over het algemeen vrij grote trajecten ontstaan die je beoordeelt. En in dit geval waren er heel veel trajecten van een paar honderd meter tot wel zelfs 500 meter. En als je die in zich heel afkeurt, ja, dan werk je wel heel grof. We hadden te maken met hoge aangenomen variatielijnindicering en de zorg van relatief lage stabiliteit. En ook was er sprake van relatief lage aangehouden van de mikgewichten. En dat, ja, dat resulteert in een grote kans op opdrijven en dus ook weer op grote glijvlakken met lage stabiliteitsfactoren. Dus het is allemaal heel nadelig, heel conservatief. Nou, we hebben gezien dat we een grote potentie zagen in de restbreedte-methode, omdat er sprake was van een hele brede, robuuste kade. En twee trajecten hebben we aangemerkt als veentraject. Er zat echt een vrij fors veenpakket in de ondergrond. En zeg maar, in combinatie met een hele zware kruin bestaande uit zand en klei, ja, geeft dat een hele lage stabiliteit. Dus daar hebben we speciale aandacht voor gehad. We hebben vervolgens een nader onderzoek op de markt gezet. Nou ja, die dus inzet op die verschillende onzekerheden die er waren. En, dus we hebben de onzekerheden gedefinieerd, maar ook de informatiebehoefte die daarbij past. Hè, dus verfijning in termen van handboringen, pijlbuizen en opnieuw inmeten van profielen bijvoorbeeld. En op die manier zijn we een flinke stap verder gekomen. Als we even kijken naar een representatief profiel van de kade, dan zien we een maatgevend glijvlak, in dit geval een cirkel. We zien dat als die afschuiven, dan heeft dat geen overstroming tot gevolg. Dat is eerst het gevoel erbij.
Maar ik begreep niet dat vanuit de rekenregels die ervoor zijn. En ja, dat betekent dat je hier dus een restbreedte benadering op zou kunnen projecteren. Nou, hoe ziet die methode er in hoofdlijnen uit? Dit is de gedetailleerde methodiek in het addendum. We zien een maatgevend glijvlak ontstaan. We zien een glijvlak dat correspondeert met de norm. En eigenlijk is de eis dat... En we zien nog een profiel dat overblijft als zo'n glijvlak ontstaat. En feitelijk wil je beoordelen of het restprofiel dat overblijft het water kan blijven keren. En je veronderstelt dat dat glijvlak in dit geval op gedetailleerd niveau een bepaalde vervorming ondergaat. Ongeveer de helft van de kerende hoogte. En vervolgens zal er dan een tweede glijvlak ontstaan. En want je kan je voorstellen dat daar een verticaal vlak blijft staan. Er zal een tweede afschuiving plaatsvinden en die vraagt een zeker ruimtebeslag. Het secundaire glijvlak, dat is de B-secundair. En wat je vervolgens dan nodig hebt is een minimale kruinbreedte die resteert van 1,5 meter. Nou, feitelijk stel je de eis dat de normcirkel, dus je werkt met de normcirkel in deze benadering. Omdat je niet wil dat cirkels met een hogere veiligheid zeg maar het restprofiel doorsnijden. Dus dat is eigenlijk de eis in deze methode. Om de methode toe te kunnen passen zijn een aantal eisen gesteld aan het opdrijven bijvoorbeeld. Achterliggend land mag niet gevoelig zijn voor opdrijven. Dat heeft te maken met het feit dat je dan vaak niet cirkelvormige glijvlakken hebt. Jaap liet het al zien, een mooi plaatje ervan. Je krijgt dan een mooi langgerekt schuifvlak. En die corresponderen met heel veel onzekerheid in de ligging. En dan is deze methodiek waarin je uitgaat van een cirkel niet goed bruikbaar. Daarnaast mogen er geen risicovolle MBO's liggen in de zone waar een afschuiving plaatsvindt. Want die kunnen bij een afschuiving ook nog beschadigd raken. Waardoor dus de situatie alleen maar verergert. En als laatste eis geldt dat het overslaggebied van zeg maar het stukje wat blijft staan. Dat laag genoeg moet zijn om het water te keren. Dus dit is eigenlijk in hoofdlijnen de methodiek. Als we dat nu projecteren op zeg maar de karakteristieke kruin daar ter plaatse, dan zien we zeg maar in paars de normcirkel. We zien een secundair glijvlak en we zien zeg maar de kruin van 1,5 meter. En wat je ziet is dat het hele profiel binnen deze kade blijft liggen. Dus op basis hiervan kun je zeggen dat de kade is goedgekeurd op dat vlak. Nou, met deze stap, de gedetailleerde stap uit het addendum, konden we 55% van de kade goedkeuren. En dat correspondeert ongeveer met 1100 meter. En we rekenen altijd globaal een beetje met 2000 euro per vierkant of per strekkende meter kade voor een verbetering. Dus dan is dat dus een miljoenen besparing. Nou, daar houden we nog 45% over. We hebben ook daar weer gekeken van waar liggen de onzekerheden en hoe kun je doelmatig komen tot een eindoordeel. Want ook daarvan hadden we het gevoel, ja, die kade die is wel goed. Maar hoe toon je dat nou rekentechnisch aan? We hebben vervolgens dus de onzekerheden gedefinieerd. We hebben gekeken naar verkeersbelastingen, naar sterkte van veen bijvoorbeeld. Nog meer detail in volumegewichten of grondonderzoek. En uiteindelijk hebben we besloten om toch op geavanceerd niveau te gaan toetsen. En daarbij hebben we het methode uit het addendum aangehouden op geavanceerd niveau. En het methode uit het technisch rapport actuele sterkte. Die hebben we simultaan gebruikt, omdat we al snel zagen dat in de methode van het addendum zat een aantal inconsistenties. Dus hebben ze beide naast elkaar gebruikt. Even kijken. Nou, wat zagen we daarin? Allereerst was onze bevinding dat het addendum niet in lijn is met de methodiek uit het technisch rapport actuele sterkte. Met name op het voorkomen van het secundair glijvlak. Dat hebben we niet destijds goed verwerkt, denk ik, in het addendum. Dus dat betekent dat je... Dat je te scherp rekent in het addendum. En dat betekent dat die eigenlijk strenger wordt dan technisch rapport. Dus dat die, het secundair glijvlak is niet meegenomen in de geavanceerde fase. Dus dat betekent eigenlijk dat je met minder restbreedte genoegen neemt. Nou, dan zit je eigenlijk aan de onveilige kant. Het tweede is dat het addendum strenger lijkt dan het TRAS, omdat je anders omgaat met onzekerheden en met het gebruik van onzekerheidsmarge in het verwerken zeg maar, van waar, van waar je secundair glijvlak ontstaat. En als laatste, het addendum werd uitgegaan van bezwijkte cirkels. En juist op geavanceerd niveau zul je zien dat er heel veel glijvlakken beoordeeld moeten worden die geen cirkels zijn, maar een langgerekt schuifvlak hebben.
Dus daar moet je dan ook op een speciale manier mee omgaan door een gevoeligheidsanalyse uit te voeren. En ja, dat, die mogelijkheden biedt het TRAS wel en het addendum niet. Hè? Dus alles overziende is het wellicht verstandig om in een verder update van het addendum, van de leidraad in het ontwikkelprogramma, om uit te gaan voor, van ja, de methode uit het TRAS-rapport in plaats van de methode zoals die nu in het addendum staat. We hebben inmiddels wel op basis van bekende bezwijkgevallen de verticale verplaatsing van de glijcirkel kunnen reduceren. Hè? Dus in het addendum staat een standaardwaarde van 0,5. En op basis van bekende bezwijkgevallen kunnen wij dat reduceren tot 0,4. Dus dat geeft ook weer extra ruimte in restbreedtebenadering. En dan gaan we de buitenwaartse stabiliteit, restbreedte, heeft Arcades voor ons een methodiek uitgewerkt om zeg maar de erosiebestendigheid van een talud, waar je rekening mee moet houden na het afschuiven, om dat te borgen middels een afslagprofiel. Daar ga ik even verder niet op in, maar het is er wel. Nou, wat is uiteindelijk de uitkomst? We hebben de hele kader methodisch kunnen goedkeuren. Dus we hebben eigenlijk met een kleine investering in extra onderzoek bij 6 miljoen euro kunnen besparen. In feite resteert alleen een onderhoudsvraagstuk. En dat is voor deze kader vrij beperkt, dat betreft een paar honderd meter. Als we gaan kijken naar die 5 andere kaders die jullie zien, dan hebben we daar besparingen bereikt van ongeveer 10 miljoen euro. En nou ja, dat zit hem niet alleen in de restbreedte methodes, maar er zit hem ook in de hydraulische kortsluiting. En de definitie van veenkaders bijvoorbeeld. We hebben op die kaders natuurlijk wel geïnvesteerd. Hè, natuurlijk geen 5 miljoen, maar wel beperkt geïnvesteerd. Dus ik denk voor deze kader misschien een orde van 400.000, 500.000 euro geïnvesteerd in grondonderzoek en analyse. Nou ja, en het leidt tot een besparing van 6 miljoen euro. Dus dat is eigenlijk ook wel mijn boodschap. Bespaar niet op grondonderzoek. Nou, dan kom ik tot mijn conclusie. De verfijningsslag en het nader onderzoek heeft vele miljoenen bespaard met een relatief kleine investering. En dat hebben we heel doelmatig kunnen bereiken door te kijken naar de onzekerheden zijn binnen de regels die er voor gelden. Maar het doortoetsen, het door blijven beoordelen loont. En niet alleen vanuit een economische overweging, maar je zult ook straks bij de rechtbank je toetsing moeten kunnen verdedigen. Dat een zorgvuldige onderbouwing is voor je besluit. En als je daarin heel grof hebt gewerkt, van grof naar fijn, en je doet te grof, dan denk ik dat je zo'n projectplanprocedure niet gaat overleven. Dus er zijn meerdere redenen waarom het belangrijk is om tot in detail te weten wat je doet. Het addendum heeft een aanzienlijke bijdrage gehad in het hele proces bij ons. Dat mogen duidelijk zijn. De tweede oorzaak is natuurlijk dat ook te maken had met het detailniveau van de beschikbare toetsing. Dus daar hebben we ook een flinke slag in gemaakt. En we hebben ook brokjes kennis ontwikkeld in het proces. Dus dat gaan we ook inbrengen in het proces van het ontwikkelprogramma. Zoals bijvoorbeeld die afslagprofielen voor de erosiebestendigheid van het afgeschoven buitenwaartse profiel. Dat is er eentje van. Ja, en ik wil afsluiten met investeren in ondergrond loont. Ik denk dat voor regionale keringen doen we relatief weinig onderzoek. En dat rendeert volgens mij op verschrikkelijke wijze. En het scheelt dat ons beheergebied heel variabel is. Dat kan natuurlijk wel... Dat kan ook heel anders zijn, dat heeft Annet laten zien. We hebben te maken met veel zandruggen, veel verkreken, zeg maar. Dus meer kans op hydraulische kortsluiting. Dus een hoge variabiliteit van de ondergrond. En dat vereist dan ook een meer detail, denk ik, in de uitwerking van het onderzoek. Ik heb even nog een beeld gemaakt van wat hebben we dan onderzoek gedaan op deze kade. Ik denk redelijk veel, dus een kade van 3,8 kilometer... Deze 60 sonderingen, 140 handboringen, 90 pijlbuizen, rond 50 mechanische boringen, 26 waterspanningsmeter en 250 volumiek gewicht. We hebben nog wat meer grondonderzoek gedaan, maar het is meer labonderzoek, maar dat was eigenlijk relatief weinig. Wat mij vooral opvalt is dat je zeker met handboringen goed in staat bent om het onderzoek van waar de lagen zich bevinden. Wij konden gebruik maken van zeg maar ons COW-onderzoek, dat we in het verleden hebben laten omwerken tot een proevenzameling. En dat vormt zeg maar de basis voor de M-stapberekeningen. Maar juist aan de hand van die handboring kon heel goed in kaart brengen van waar zitten die laagwisselingen, hoe breed zijn die veentrajecten. En dat heeft ook ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld speciale veenonderzoek wat ik al gedefinieerd, dat we dat niet hebben hoeven uitvoeren. Dus gewoon puur kijken van waar zit je probleem en hoe groot is je probleem. Kom je natuurlijk niet iedere keer mee weg, maar in ons geval dus wel. En ja, ook sonderingen zijn over het algemeen natuurlijk voor onze kaders ja, niet heel erg effectief, omdat je daarmee juist de diepere ondergrond in kaart brengt. En de eerste 5, 6 meter achter je kade, die is juist
heel erg interessant voor het ontstaan van glijvlakken bijvoorbeeld. Nou, hierbij wil ik het afsluiten. Dank u wel voor de aandacht. Dank u wel. Zijn er vragen aan Jan over toch wel dit interessante verhaal over het addendum? Toch weer een stukje verfijning van wat we hiervoor hebben gehoord. Wie heeft er vragen aan Jan? Allemaal onder de indruk. Ja. Ja. Ik heb één vraag. Ja. Ga even je microfoon maar even aan. Ja. Hij pakt hem niet, ja. Je hebt over 143 handboringen. Zijn dat gutsingen? Want het gaat je puur om overgangen te meten. Wij zien wel iets in gutsingen, dat gaat nog sneller. Of zijn het echt handboringen met een grotere diameter? Dat wisselt. Dat kunnen gutsen zijn, maar dat kunnen ook edelmanboringen zijn. Ja. We denken wel dat over het algemeen wel vrij grove methodes zijn om je laagscheidingen. Voor je laagscheiding is het prima. Maar het is een vrij grove werkwijze, maar het is snel en goedkoop. Dus in die zin aantrekkelijk. Maar als je meer verfijning wil in de zin van, ik wil fondamiek gewichten meten of zelfs complexer onderzoek, triaxiaal bijvoorbeeld, ja, dan moet je toe naar de mechanische boringen. Dus dan kom je er niet mee weg. En dat zijn natuurlijk aanzienlijke investeringen. Ja. Oké. Okay. Ja, ik had nog een vraag over het. Tenminste, je liet zien dat je voor die ene kade, zeg maar, met het toepassen van de addendum het uiteindelijk helemaal goed kon keuren. Ja. Had je nou van tevoren ook al het beeld dat het eigenlijk wel goed zat met die kade? En ja, wat vind je er dan van dat je nog zoveel moeite moet doen om dat ook aan te tonen, zeg maar? We hadden op sommige stukken was de kade wel wat minder goed, maar dat waren vooral oppervlakkige mankementen, zeg maar. Het gevoel was dat die kade zodanig breed was dat je dat, dat je hem kan goedkeuren. Dus we hadden er wel een goed gevoel bij. Maar ja, dat zul je wel moeten aantonen. Dus, en dat vraagt investering. En dat is nou eenmaal de werkwijze die wij allemaal voorstaan. He, om zo doelmatig mogelijk te laten zien dat je voldoet aan zeg maar je beoordelingskader. En dat je daarmee je taakinvulling goed verzorgt. En ja, daar hoort een investering bij. Ja, het liefst zo weinig mogelijk, maar het is een spanningsveld. Ja, is dat antwoord op je vraag? Ja. Yes? Ja. Oké, okay. Ja. Natuurlijk, je zoekt naar een methode dat je dus... Dat je in ieder geval een goede toetsresultaat neer kan leggen. Mm-hmm. Vroeger deed je dat misschien een beetje met een wat ander oordeel, ons beheerdersoordeel. Mm-hmm. Maar dat was een beetje een, je werd daar niet echt helemaal goed in gesteund. Het was eigenlijk een beetje besmuikt van, goh, klopt dat nou wel? De beheerder overroelt het eventjes en dan blijkt die waterkering toch weer goed te zijn. Nu heb je heel veel onderzoek en nu bewijs je ook echt dat die goed is. Zou je in de toekomst misschien iets wat meer terug, dat we met z'n allen misschien niet wat meer terug kunnen vallen en naar echt het beheerdersoordeel? Van ja, hier gaan we niet dit grondonderzoek invoeren. Hier gaan we gewoon verklaren dat het goed is. Nou, op het moment dat je zegt dat de regelgeving hetzelfde blijft en je die inzicht in de loop der jaren hebt opgebouwd met berekeningen, met ondergrondinformatie, ja, kun je daarop blijven borgen. Het vervelende is alleen dat nooit de realiteit is, want ook de omgeving, de regelgeving verandert. Er komen nieuwe inzichten, die zal continu moeten monitoren of dat nieuwe inzicht of dat, ja, effect heeft op de manier waarop je eerder beoordeelde. Dus ja, ik kan me voorstellen als het allemaal constant blijft, dan bouw je inderdaad ervaring op waar je wat mee zou kunnen doen. Ja. Maar als dat weer wijzigt, hè, er zijn allerlei ontwikkelingen gaande waarin dat heel snel zou kunnen wijzigen. Ja. Nou, dan moet je alsnog weer nieuwe kennis en nieuwe ervaring opbouwen om dat oordeel te kunnen geven. Ja. Nou, Jan zei het al daarnet dat het heel cruciaal is om iets te bewijzen. Je ziet ook in jurisprudentie en rechtszaken dat het heel cruciaal is dat je als waterschap je technische achtergrond en beschouwing neerzet. En dat je ook je aanleg van je dimensionering van de kering daarop staaft. Dus het is onontkoombaar, ondanks dat we misschien wat pragmatischer willen werken. Maar de maatschappij gelooft het gewoon niet meer. Je moet het staven door wetenschappelijk onderzoek.
en bewijs en berekeningen. Dat is de nieuwe tijd. Yes? Oké, dankjewel. Okay.